Welkom bij de Spelletjesvrienden podcast, aflevering nummer 86, met dit keer memorabele spellen. Ben jij een emotioneel persoon? Nee, vind ik niet. Nee, dat dacht ik ook altijd. Ja. Maar afgelopen week gebeurde er iets dat je toch hoog in je emotie zat. Ja, terwijl ik heel erg niet veel, vind ik. Maar er zijn gewoon een paar dingen die je zielig vindt. Kijk, op het moment dat in een film bijvoorbeeld een huisdier overlijdt. Ja. Dat is een groot trauma in Marieke's leven. Ja, dat vind ik niet leuk. Er is wel recent iets nieuws bijgekomen. En ik weet niet wat voor issue hier precies aanhangt. Maar kun je hem zelf misschien samenvatten? Nou, ik heb een beetje een ding met oude, zielige mensen. En vooral mannen. Dus ik weet inderdaad niet wat voor trauma hier om de hoek komt kijken. Maar oude, zielige mannen. Ja, of het is gewoon dat in films en series mannen vaak zieliger zijn dan vrouwen. Mm-hmm. Als ze oud zijn. Ik heb geen idee. Misschien heb ik het ook wel bij oude, zielige vrouwen. Maar die komen niet zo heel veel voor in de series en de films die wij kijken. Ja, ik weet niet. Ik vind dat zo zielig. Nou, ik zal de scène. Maar ik vind ook gewoon zeg maar alles op social media dan. Als je dan zo'n filmpje ziet van bijvoorbeeld een oud mannetje die probeert zijn schilderijen op straat te verkopen en niemand koopt het. Ja, ik kan daar echt niet tegen. Nee, nou dat bleek ook in deze serie die we keken. Want op een gegeven moment was er een wat oudere man die op een gegeven moment naar het vliegveld ging om daar een prachtig cadeau te overhandigen aan zijn kleinkind. Ja, niet op het vliegveld. Nee, maar hij moest daarvoor vliegen. Ja, dus hij had iets gemaakt en op een gegeven moment komt hij bij de douane en de persoon van de douane en je hebt er nu alweer moeite mee. Ja. Die ziet dat daar te veel vloeistof in zit. Het was een sneeuwbol. Het was water in. En die man die had al, weet ik veel, 50 jaar niet gevlogen. Dus die wist het allemaal niet. En het is niet de meest stabiele personage in die serie. En toen ging hij zo, oh nee, maar ik kan het water eruit halen. En toen zag je die stress al toenemen. En toen ging hij naar de prullenbak. En toen wou hij het water eruit halen. En toen viel alles kapot. Oh. Toen viel alles kapot. En toen was hij helemaal gefrustreerd. En toen moest ik huilen. Ja. Goed, ja. Zo erg. Ik vond het zo zielig. Ja, en toen, ik wilde hem zo graag gewoon knuffelen en uiteindelijk had hij gewoon niks. Ja, maar ik heb ook soms het gevoel dat jij gewoon zo'n joetzak bent, dat je zeg maar al het trauma van de wereld het liefst op je eigen schoudertjes zou willen dragen. Nou, liever niet, maar dat gebeurt soms wel. Ja, ik heb het wel met je te doen. Ja, als ik aan terugdenk, dan denk ik ook weer, oh, hoe hadden we dit kunnen oplossen voor deze man? Ja, helemaal niet echt. Het is niet echt, het was geen documentaire. Het hoeft niet opgelost te worden, maar ik denk dan, oh nee. Ja, het was een pijnlijk was moment. Echt zielig. Goed, zullen we het over leukere dingen gaan hebben? Ja, doe maar. Ja, want we gaan natuurlijk deze podcast weer uitgebreid stilstaan bij heel veel spellen die we gespeeld hebben. Er komen nog wat spieldingen voorbij die we op spiel gespeeld hebben. Dus zo is de beurs toch nog een klein beetje bij ons. Ja, je kan gaan afscheid nemen nog. Dus laten we eens gaan kijken naar de spellen die we de afgelopen weken hebben gespeeld. Wat hebben we gespeeld? Wat hebben we gespeeld? Wat hebben we gespeeld? Ja, de afgelopen drie spellen die we gaan behandelen, de komende drie spellen moet ik zeggen, die zijn allemaal van Spiel. De eerste hebben we ook mee naar huis meegenomen en dat is de Cathedral of Orleans. Ja, dat is eigenlijk een, was het nou coöperatief? Ja, coöperatief. Ja, coöperatief spel aan de wereld van Orleans. Dat is natuurlijk een wat ouder spel waar de wereld inmiddels best wel groot van is geworden. En de Cathedral of Orleans bleek eigenlijk een makkelijk coöperatief spel te zijn waar wel wat dingen overeenkomen van Orleans. En waarbij je dus samen probeert een kathedraal op te bouwen uit stukken. Nou, dat is op zich niet heel nieuw in de bordspelwereld, maar wel gewoon prima. Voor ons bleek die iets te makkelijk. Het is zeg maar meer als je, nou, stel je voor je zou Paleo willen spelen en je vindt dat net als wij een rukspel. Nou, dan doe je die dus niet. En dan doe je de Cathedral of Orleans. Ja, het is wel iets makkelijker zelfs nog dan Paleo, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar gewoon als je echt zeg maar of met kinderen aan het spelen bent, of met beginners, of je weet ik veel, je hebt gewoon heel erg veel zin in een super makkelijk coöperatief spel. Ja, dus het is niet slecht, maar het is ook niet briljant. Nee. Ik denk wel dat hier echt een doelgroep voor is, wat je inderdaad zegt, mensen die aan het begin staan van een coöperatieve wereld en die moet ontdekken wat er wel niet allemaal te doen is in dit genre, dan is de Cathedral of Orleans een hele goeie, want het is gewoon een fiche trek en er zitten weer allemaal wat acties aan, dus je ziet wel het hart van Orleans voorbij komen, maar toch, nou ja, doordat het coöperatief is, is het anders en veel makkelijker. Ja. Gewoon
prima 6,5. Ja, voor ons. Want ik ben bijvoorbeeld wel blij dat hij nu in de spelletjeswoonkamer ligt. Want ik weet echt wel, als mensen dan gaan vragen, dan denk ik, oh, dan zou de Cathedral of Orleans echt wel een goede kunnen zijn. Ja. Maar voor ons, mij boeit het gewoon niet meer. Nee, het was 1 keer en dat was prima. Dat is gewoon prima. Ja. Het tweede spel dat we gespeeld hebben is Setup. En dat is al een iets ouder spel. Die is al volgens mij 2 jaar uit. We hebben al een tijd in de shop. We hebben er eigenlijk nog nooit echt naar gekeken. Nee, ik had er ook nooit naar gekeken. Waarom we hem niet toevallig op spiel tegengekomen in het laatste kwartier dat spiel open was. En we hadden nog een missie. Precies, want het was zaterdag. De tweede dag dat we naar spiel gingen. Waren dat met Fanny en Saskia. De laatste dag inderdaad. Ja. En we hadden eigenlijk in het laatste uur hadden we als doel. We willen gewoon zoveel mogelijk kleine spelletjes doen. Dan hebben we toch nog een beetje wat spellen gespeeld, want dat was ervoor nog niet echt gelukt. Nou, het was ook veel te druk en we hadden veel te bekijken. Ja, en we hebben een spel over pinguïns gedaan, wat best grappig was, want bij die kinderspellen lag. Maar we hebben ook Setup gedaan, dat is eigenlijk een soort Rummy Cup. Ja, en Ferdinand en Saskia hebben hem gekocht. Ja, precies. Dus dat was onverwachte hit. Ja, precies. Want het is inderdaad een soort Rummy Cup. Wij speelden het met z'n vieren en volgens mij, ja, ik weet niet of het altijd met z'n vieren moet, maar het volgens kan in ieder niet. Geval maximaal Max. Met z'n vieren. En het bord ziet er een beetje uit, ja, een beetje ouderwets uit eigenlijk. Ja. En je hebt allemaal tegeltjes, vierkante witte tegeltjes, en daar staan getallen op en die zijn ook stapelbaar. Ja, en wat je eigenlijk wil doen, je wil die getallen uit gaan spelen. Je wil een setje van 2 uitspelen, want je hoeft niet een set van 3 te maken zoals bij Rummy Cup. En je probeert daarbij verbindingen te maken ten opzichte van de tegels die al op het speelbord liggen. Ja. Dus als er bijvoorbeeld al ergens 5, 6, 7 ligt in 1 kleur en je legt van die kleur, je legt er een 4 bij en op die manier kun je een ketting maken zodat die getallen mooi doorlopen. Dat stopt, want dan score je voor die hele ketting score je punten. En als je het slim doet, dan zorg je ervoor dat je meerdere kettingen met elkaar verbindt van dezelfde kleur of oplopende getallen. Dus best tactisch. Ja, want je wil dan eigenlijk dat die 4 die je aanlegt, en je mag in principe zoveel aanleggen als je wil, als het maar bij de set hoort. Dus het moet wel aan 1 set moet gewerkt worden, maar je wil eigenlijk dat degene die je aanlegt toevallig bij meerdere sets passen. Dus stel je voor je legt een 4 aan, dat die 4 past bij 4, 5, 6, maar ook bij bijvoorbeeld 3, 4. Ik zeg maar wat. Nou, dan krijg je daar punten voor. Verder heb je, geloof ik, iets van 9 plekken waar iedereen op kan bouwen. En iedereen heeft nog 2 plekken waar alleen die speler op kan bouwen. En als er gebruik gemaakt wordt van die tegels, die dus van jou zijn, want die kunnen natuurlijk wel, ondanks dat niemand erop kan bouwen, onderdeel zijn van een ketting, dan krijgt die speler daar ook punten voor. En verder is het een race. Dat is denk ik het enige wat ik ergens een beetje jammer vind, dat het een race is voor degene die als eerste over de finish is. En dat het daarna totaal niet meer uitmaakt wat de rest doet. Ja, klopt. Voelt voor mij ook een beetje scheef, omdat je de ronde niet afmaakt. Of maak je de ronde wel af? Tenminste, in onze potjes niet. Nee, volgens mij maak je de ronde niet af. En dan is er natuurlijk wel een startspelervoordeel. Dus dat, ja. Ja. Maar goed, verder, denk ik, als je houdt van Rummy Cup-achtige spellen, ik vond het echt dikke prima. Ja, en Rummy Cup blijft, vind ik, ook overeind. Ik bedoel, het heeft misschien een klein beetje een stoffig imago. Maar als je erover nadenkt, je kunt behoorlijk wat tactische keuzes maken. Zeker. Om Rummy Cup goed te spelen. Zeker. En we hebben hem daarna ook nog een keer gespeeld met z'n vieren gewoon thuis. Want zij hadden hem dus gekocht. Dus ik vond het eigenlijk wel leuk. En ik vind nog dikke props voor de man van Asmodee die ons heeft geholpen in het laatste kwartier van spiel om dit toch nog aan ons uit te leggen. Terwijl we eigenlijk al een klein beetje in de grens zaten, zeg maar. Dus we hebben echt het eerste potje daar hebben we er echt doorheen geramd. Het was zeg maar 2 seconden voor per beurt om na te denken. Ja. Dus dat was nog wel een memorabel moment. Het was ook echt een XL ding. Want dat waren echt enorme stenen. Ja. Nou, in het echte spel is dat niet zo groot. Maar we hebben hem gewoon in de webshop. Dus zeker. Dus zo hebben we toch ineens iets gespeeld wat we al jaren in de webshop hadden en gewoon niet naar gekeken hadden. En zonder spiel ook nooit naar gekeken hadden. Inderdaad. Dus op die manier heeft spiel ons wat verder geholpen. Een ander spel wat we niet in de webshop hebben, misschien in de toekomst wel, maar op dit moment nog niet, is Chomp. Ja, en dat is een dat was toch zo'n spel van Allplays? Ja, klopt inderdaad. Ja, Allplays, dat is een leverancier waar we ooit nog wel naar willen gaan kijken, maar op dit moment hebben we zoveel nieuwe dingen ingekocht en we hebben ook geen geldboom in de tuin. Helaas. Dat hij nog even op de wachtlijst staat, maar op den duur willen we daar wel gaan inkopen. En dat zijn, zij hadden eigenlijk best wel een leuke stand met allemaal een soort van vierkante tafels die in de hoogte waren. Een soort van staattafels, of eigenlijk, het waren staattafels. Ja. Ze waren aan de kleine kant, maar het waren allemaal kleinere spelletjes. En daardoor hadden ze echt een heleboel tafels zo heel leuk in hun stand neergezet. Dus je kon gewoon heel makkelijk aanschuiven daar. Je hoefde namelijk alleen maar te gaan staan. En ze waren ook allemaal, het waren eigenlijk game tables. Ze hadden ze wel zelf gemaakt, maar ze waren wel diep. En er lag zo'n speciaal stofje in, zeg maar.
Dus dat hadden ze wel leuk gedaan en daardoor was het ook makkelijk aanschuiven. En Chomp is het spel wat wij gingen spelen en wat we eigenlijk best wel leuk vonden. Ja, het gaat over dino's en wat je wil doen. Je gaat tegels aan elkaar leggen en je wil eigenlijk dat alle dino's die je neerlegt op die tegels, of kaarten zijn het eigenlijk, weer ervoor zorgen dat ze voldoende voedsel hebben. Dus wat je gaat doen, je hebt grote dino's, midden dino's en je hebt kleine dino's in twee verschillende soorten. Je hebt planteneters, je hebt vleeseters en je wil eigenlijk dat de planteneters onderdeel zijn van een groep die verbinding heeft met een plant. Ja. Dus als je dat slim aanlegt, dan gaat dat natuurlijk vrij makkelijk. Maar er zit ook allemaal van die tussendingen tussen die er weer voor zorgen dat je net geen verbinding hebt met zo'n plant. Dus het is een tactisch tegellegspel wat wel wat meer diepgang heeft dan je misschien in eerste instantie zou denken. Dus ja, ik vond het echt prima. En dikke variatie ook, omdat het altijd anders is. En de vleeseters die willen natuurlijk of vlees eten. Als ze dat niet hebben, dan vereten ze andere dino's op aan het einde van het spel. Ja. En aan het einde van het spel ga je dan zo doorlopen van wie wat opeet en wat er overblijft. Je kan nog een nest hebben met eieren erin die punten zijn. En er zijn ook nog bosjes die dingen af... die een soort muur vormen. Ja, precies. Dus dan kunnen ze niet naar elkaar toe. Dus je moet het allemaal heel tactisch neerleggen. En dan kijk je uiteindelijk wat er overblijft. En daar krijg je punten voor. En ja, dan degene met de meeste punten wint het spel. Ik vond het wel grappig. Klopt. Dus Chomp, best wel diepgang in. Dus ga er zeker even naar kijken. Misschien komt hij ooit in de shop. En wij gaan snel door met het volgende. We hebben weer de AI een vraag gesteld. Namelijk over 5 interessante feitjes over bordspellen. Ik ben een feitjesman. Ik vind het leuk om dat soort dingen even paraat te hebben. Dus 5 nieuwe feitjes voor mijn arsenaal. Ja, 5 interessante feitjes over bordspellen. En het eerste interessante feitje gaat over de oudste dobbelsteen ter wereld. Miek, zonder te kijken. Oh, sorry. Hoe oud denk je dat de oudste dobbelsteen ter wereld is? Ja, ik gok 5000 jaar. Ja, die had ik al gezien. Nou, oké, ga ik het even voorlezen. Okay, ik zal nu naar jou blijven kijken. Archeologen hebben dobbelstenen gevonden die meer dan 5000 jaar oud zijn. Waar zouden ze dat 6-zijdige dobbelstenen zijn geweest? Ik heb geen idee. Wat sick. Of D20, dat zou ook cool zijn. Ja, dat zou nog. Of deze potje Dungeons & Dragons. Dat zou cool zijn. Deze gewoon oude een rollenspel, dat gewoon dat hele Caesar Brutus verhaal nooit gebeurd is. Dat is gewoon een rollenspel. Precies, het bordspel zijn veel belangrijker in de geschiedenis dan gedacht. Ja, en niemand kan dat weten, of ze een rollenspel deden. Die hele Napoleon, die heeft nooit bestaan. Dat was gewoon een van de personages uit Dungeons & Dragons. Ja, en die olifant waar iedereen de hele tijd op zat, dat was gewoon AI. Nou, mensen, dat is toch wat. We moeten de geschiedenisboeken even opnieuw schrijven. Maar deze oude dobbelstenen, ze hebben wel uitgezocht waar ze voor gebruikt werden. Dat waren geen rollenspellen. Werden gebruikt in bordspellen en waren gemaakt van materialen zoals bot, ivoor en zelfs klei. Het laat zien dat de dobbelen als spelactiviteit al eeuwenlang bestaat. Ja, maar wie heeft dit bedacht? Een dobbelsteen. Ja. Nou, ik vind het jammer dat je dat niet weet. Kijk, bij die enorm belangrijke... Dat is echt een uitvinding. Ja, die enorm belangrijke dingen in de geschiedenis... van het vuur en de dobbelsteen, gesneden brood, dat soort dingen... daarvan weet je niet wie de uitvinder is. Dat is toch jammer? Ja, maar sommige dingen zijn ook per ongeluk bedacht. Ja. Want kijk, per ongeluk heb je een keer mais in het vuur gegooid... dat werd popcorn. Mm-hmm. Daar hebben ze niet bewust gedaan. Daar zijn ze gewoon per ongeluk achtergekomen. Waarschijnlijk wel. Het is niet echt een uitvinding, want je maakt het niet. Het was er al, alleen wist je het niet. Grappig dat je het zegt. Ik heb hierover in de Donald Duck iets gelezen. Dagobert was bij die heeft het uitgevonden. Was bij de uitvinding van de popcorn. Oh. En ze hebben het als volgt gebruikt, namelijk... Okay. Misschien is dit wel historisch gebaseerd. Ja, ik heb geen idee. Ja, je bij de Donald Duck. Zeer waarschijnlijk niet. Ze gebruikten het namelijk omdat ze in een burcht zaten... en ze werden op dat moment aangevallen. En om te doen alsof ze heel veel wapenarsenaal hadden, hadden ze popcorn gepopt boven het vuur dus. En op die manier leek het alsof ze een enorm leger daar binnen hadden. Ik hoop zo dat het nulje van waar is, dat dit ooit gebeurd is. Als dit waar is. Gewoon zeg maar één burcht was op een grote berg en alle strijdende strijders die waren op dat moment al weg. En die waren allemaal, weet ik veel, een dobbel in het bos. En er was nog één iemand over in die burcht en die dacht, oh nee, daar gaan we. Wat heb ik? Popcorn. Ja, dat zou top zijn. Dat zou echt top zijn. Nou goed, de dobbelsteen dus. Ja, de dobbelsteen. De dobbelsteen, daar moet je echt over na. Dat kun je niet per ongeluk ineens ontdekken. Dat moet je echt bedenken. Nee, maar dan denk ik dat je bijvoorbeeld een steentje hebt, dat je die rolt en dat je denkt, hey, dit is een mooi vormig steentje. Als ik hier wat dingen op neerzet. Ja, ik denk inderdaad dat het dan zo ging dat je inderdaad eerst spelletjes speelde met stenen. Mm-hmm. Dat deden ze überhaupt, hè. Want dat weten we ook, dat go-achtige spellen, zeg maar dan, de 0.1. versie. Ja, stone placement was heel groot in de middeleeuwen. Ja, precies. Ja, maar daar speelden ze wel spellen mee al. Was het is een soort van drie op een rij-achtige, weet je, allemaal dat soort dingen. En ook met dat je heel veel steentjes had. Dus daar werden wel dingen mee gedaan. En ik denk inderdaad dat je dan op een gegeven moment na gaat denken met
hoe kunnen we iets variëren met een steen? Want een steen heeft in de basis twee kanten, als je tenminste een platte steen hebt. En dat je dan een keer een wat grotere steen hebt. En dat zo is dat natuurlijk gebeurd. Ja, en dat vind ik grappig dat je het zegt. Want ik had op de middelbare school had ik een medeleerling waar ik veel mee omging op dat moment. Ja, en dat was het ook wel een vriend. Ja, was het een vriend? Ik weet het niet. Het was gewoon een goede kennis, inderdaad. Maar goed. Ik zat er de hele dag mee in de klas, altijd naast. Ik zat er wel veel meer bij elkaar. Nou, maar is het een vriend? Ja, maar dit was zeg maar zo'n persoon waarvan ik dacht, oh ja, ik heb hier een hele tijd, ben ik hier veel mee omgegaan. Maar daarna was het ook in één keer klaar. Ja, maar dat is toch überhaupt met heel veel vrienden van de basisschool, die spreek je toch niet meer. Ja, was net wat jonger, hij was zeg maar de Benjamin. Hij heette Benjamin. Oh, goed. Dus, maar nou, Benjamin, als je luistert, je was geen vriend van Geert, dan weet je dat helemaal. Deze is voor jou. Ja. Goed. Maar Benjamin was extreem getalenteerd in muziek. Dat was zeg maar zo iemand waarvan je denkt, als je hem ziet, dan denk je, oh, er zit een ruig randje aan. Maar als hij dan achter een piano gaat zitten, dan rockt hij hem weg en dan denk je, zo, jij kan wat. Ja, dat is en dat is ook altijd eigenlijk, of je nou van, ja, niemand houdt niet van muziek, maar of je nou van klassieke muziek of wat voor muziek, piano muziek houdt, als iemand dat doet, dan denk je toch, zo. Ja, lekker bezig. Ja, lekker. En ik stond daar dan naast in de muziekkamer. En ik had geen accordeon bij me. Nee. Dus ik zat noodgedwongen op een piano. En ik zat daar een beetje altijd een Scotjaki ziek te spelen, zeg maar. Ja, dat niveau was het ongeveer. Ja, okay. Maar goed, we hebben wel eens samen opgetreden. En toen dacht ik eigenlijk ook, wat doe ik hier? Ik ben puur veldvulling. Ja. Maar hij zei een interessant feitje. En dat is me bijgebleven. Hij vertelde namelijk dat hij zich niet voor kon stellen dat bijvoorbeeld een Bach vroeger nooit de pan uitgerokt heeft. Dat hij op een gegeven moment Bach nooit gedacht heeft, ik ga eens een keer wat anders doen. Ik ga even drie keer lekker in de blues doen. Dat vond ik grappig. Ik dacht, ja, dat weten we niet. Voor hetzelfde geld zijn moderne muziekstijlen van de pop en dergelijke zijn 500 jaar geleden al een keer bedacht door iemand die dacht, ik ga even helemaal los op een piano. Benjamin, waarom ben jij nooit bevriend geraakt met Geert? Want dit soort dingen wil je toch weten? Dat zijn interessante feitjes. Kijk, het is jammer dat het geen feitje is, maar een gedachte. Maar heel interessant inderdaad. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen die sonates ging spelen niet op een gegeven moment dacht, ik heb gewoon mijn dag niet vandaag. Ik ram hem er even 10 keer zo snel erin. Precies. En daarom dacht ik ook bij bordspellen, zou het ook niet zijn dat een of andere Maya 1500 jaar geleden op een gegeven moment een keer dacht, nou, in plaats van dit steentje in Go in te zetten, ga ik dit steentje gebruiken om hem neer te zetten op een actieplek. Ik bedoel, we weten helemaal niet hoe ver ze gekomen zijn de afgelopen duizenden jaren wat betreft bordspellen. We zeggen nu allemaal dingen te ontdekken, maar voor hetzelfde geld bestond het altijd. Ja, maar dat is überhaupt natuurlijk ook, kijk, soms heb je iets bedacht en dan blijkt dat het er al is. Maar dat gebeurt natuurlijk ook, kijk, vroeger wisten we dat überhaupt niet van elkaar, nu kun je gewoon googlen of het er al is. Maar neem een mycelia. Twee spellen die allebei precies dezelfde naam hebben, allebei over hetzelfde gaan. Dat komt ook omdat de term mycelia te maken heeft met, weet ik veel, het sporen van een paddenstoel of zo. Ik weet het niet. In ieder geval, met paddenstoelen, het zijn allebei paddenstoelen spellen. Kijk, dat hebben ze natuurlijk per ongeluk tegelijkertijd bedacht. Want als je een spel hebt dat zo heet, dan ga je niet in hetzelfde jaar of een paar maanden later precies hetzelfde spel, nou ja, precies dezelfde naam gebruiken voor jouw spel over paddenstoelen. Dat ga je niet doen, want dat is heel onhandig. Maar dat gebeurde natuurlijk vroeger ook al continu. Dat denk ik ook. En dan hoopte je maar dat er iemand bij zat die dacht, ik schrijf dit even op. En dat er daarna iemand was die het ook daadwerkelijk kon lezen. Ja, want dat is het pijnlijke. Er zijn waarschijnlijk miljoenen uitvindingen gedaan die nooit opgeschreven zijn en in een hele kleine gemeenschap gebleven zijn en op een gegeven moment uitgestorven zijn. En er zijn natuurlijk ook mensen die zeg maar aan de andere kant van de wereld precies hetzelfde bedacht hebben, maar die dat niet wisten van elkaar, omdat ze überhaupt niet eens wisten dat de andere kant van de wereld er was. Voor hetzelfde geld dacht iemand uit Azië 3000 jaar geleden, weet je wat, schaken legacy. Ik doe er allemaal envelopjes bij en dan heb ik dit hele schaakspel op een nieuwe manier uitgevonden. We weten het niet. Dus eigenlijk denk jij, ik vind het jammer dat alle spellen die vroeger zijn uitgevonden voor zeg maar het geschrift, dat ik die nooit kan spelen. Dat vind ik jammer. Dat is zeg maar een gat in mijn bordspelkast die nooit opgevuld gaat worden. Ja, die opmerking van Benjamin, daar ga ik nog even over nadenken de komende tijd. Die blijft hangen. Ja, maar die kun je ook op heel veel dingen toepassen. Ja, ik vond het echt, die is echt bijgebleven. Het is nu al 15 jaar geleden. Hij was echt van een baas inderdaad. Ja. Dat je echt dacht van, nou ja, ik zie dat je een ruig randje hebt, maar aan de andere kant, het ruige randje komt wel terug elke keer. Ja. Want ik ben je met allemaal nog meer uit zitten spoken daar. Weet ik veel, misschien heeft hij wel eens zijn neus ergens in gesnoven, zeg maar. Maar voor de rest, maar dan komt blijkbaar wel op ideeën. En dan stond ik ernaast van, zou ik appelsap kunnen snuiven? Ik had geen idee. Nieuw voor mij. Ja. Maar op die manier dus een rijg randje. Maar het was echt een leuke dude. Oh, wat goed. Leuk, dus als we allemaal appelsap gaan snuiven, dan komen we ook op dat soort ideeën. Ik zou het proberen, al moet ik wel zeggen. Ik zou het niet proberen, mensen. Dit is geen medisch advies. Nee, absoluut niet. Ik ga snel door naar de volgende. Ja, een tweede feitje. Mag niet kijken. Maar ik ga even scrollen. Namelijk over het langste Monopoly-spel ooit. Maar bedoelen ze dan een potje?
Ik of denk zeg het wel. Maar een spel wat gemaakt is wat gewoon nooit eindigt. Kijk, de AI zit niet naast me. Ik kan het niet navragen. Maar volgens mij gaat het over het langste potje ooit. Zeg maar. Hoe lang denk je? Nou ja, weet ik veel. Ik had niet verwacht dat er zo'n lange stilte zou vallen. Ja, we moeten ook zo'n noodliedje instellen. Net als bij de radio, dat er gewoon een nummer begint te spelen. Ja. Ja, maar ik zit even te denken, want ik neem dit natuurlijk weer veel te serieus. Tuurlijk. Kijk, als je volgens de officiële regels speelt, dan kan het in theorie niet echt heel lang duren. Maar als je het speelt zoals iedereen het speelt met kerst, dan kan het eindeloos duren. Het waren 70 dagen. Het langste Monopoly-spel ooit duurde 70 dagen. Dit spel vond plaats in een klaslokaal en begon als een manier voor de leraar om zijn studenten te leren over economische concepten. Het spel duurde van de kerstvakantie tot aan het einde van het schooljaar. Ik denk niet... non-stop. Nee, dat bedoel, deed hij gewoon aan het einde 5 minuten over, gingen we nog even Monopoly spelen. Ja, fijn, vind ik flauw. Fijn is ook overigens dat de AI geen bronvermelding heeft, dus neem het allemaal met een klein korreltje zout, maar we gaan er vanuit dat het klopt. Hij is vast een keer iemand geweest in een klaslokaal die heel lang Monopoly heeft gespeeld. Vraag je, het wereldrecord voor het grootste schaakspel, hoe groot denk je dat die was? Letterlijk het grootste. Ja, letterlijk dus het grootste. Zeg maar enorme paarden. Ja, precies. En maar wat is dan de vraag? Gaat meer over de oppervlakte. Hoe groot was het? Ja, dit oh, is... ik doe dat even in voetbalvelden. Hier shine jij niet. Nee, daar doe ik het ook in voetbalvelden. 4 voetbalvelden. 4 voetbalvelden. In 2014 werd in Rusland 's werelds grootste schaakspel gespeeld. De schaakstukken werden op een gigantisch bord geplaatst die zich uitstrekte over 1200 vierkante meter. Dit evenement vestigde een Guinness World Record voor het grootste schaakspel ooit. Hoeveel voetbalvelden zijn er? Nou, 1200 vierkante meter is zeg maar 30 bij 40. Ja. Dus dat is... Maar ik weet niet hoe groot een voetbalveld is. Dat is zeg maar een derde voetbalveld. Oh, oké. Okay. Ja, dus je zat een paard wel ongeveer de grootte van een paard. Is wel een fors paard. Anders is het ook niet echt te bewegen natuurlijk. Vraag 2. Is het ook gespeeld? Het werd gespeeld. Oh, okay, als ik het, okay. Ja. De duurste schaakset ooit. Hoe duur denk je dat die is? Schaakset. Het duurste Monopoly set, dat was een bordspel quizvraag van het spelletjesweekend. Die kostte geloof ik 3 miljoen. Die was van goud. Nou, een schaakset kun je natuurlijk ook van goud maken. Of van diamant of zo. Dus 5 miljoen. 4 miljoen. Lekker. Oh. De duurste schaakset ter wereld is gemaakt door de Britse kunstenaar Sir Elton John. Niet! Ik weet niet of zeg maar er een andere Sir Elton John is die kunstenaar is. Maar anders is hij het, denk ik. De bekende Elton John. En de Amerikaanse juwelenontwerper Franklin Mint. De set is bedekt met 24 karaat goud en versierd met diamanten. Oh ja, en kost tuurlijk, maar liefst 4 miljoen dollar. Ja, diamanten. Ja. Laatste feitje. Het Guinness World Book of Records voor de langste domino-ketting met bordspellen. Interessant feitje. Ja, AI, let eens een keer op je taalgebruik. Ik snap hier helemaal niks van. Je moet wel even naar beneden scrollen, want ik kan het antwoord niet lezen. Ja, ik was wel druk met niet kijken. Ja, heb je een idee hoeveel bordspellen uiteindelijk omvielen om het daarmee het Guinness World Book... Zo! Ja, zeg maar, je stapelt bordspellen achter elkaar en daarmee maak je een domino. Nou, dat gaat een keer fout. Of je moet allemaal dezelfde doen. Dat zou natuurlijk kunnen. En dan allemaal licht, heel goed blijven staan de doosjes... 150 dozen. In 2019 vestigde een groep mensen in China het Guinness World Book of Records voor de langste domino-ketting met bordspellen. Ze gebruiken bordspellen als dominostenen en creëerden een ketting van 10.267 bordspellen die omvielen in een prachtig visueel spektakel. AI was erbij. Trouwens, over visueel spektakel gesproken. Vertel. Mis jij dat nooit? Welk? Dat Domino Day. Dat Domino Day. Of bestaat dat nog? Miek. Op Nederland 1, 2 en 3 was nooit Domino Day. Tuurlijk wel, was dat op was dat niet op Nederland 1, 2 en 3? Volgens mij op de SBS. Van Johnny de Mol. Ja, volgens mij heeft dat nooit Nederland 1, 2, 3 gehaald. Anders heeft wat het mijn leven nooit ingegaan. Wat ben je meer geen SBS 6? Nee, hadden wij allemaal niet. Nee, met ben je goed weer. Maar daar heb ik een kaartje toch bevriend met hem moeten. Maar je hebt je hele leven zoveel gemist. Ja, maar ik heb Domino Day niet echt gemist hoor, om heel eerlijk te zijn. Ja, dat was leuk. Nee, ja, wat was kom leuk. Nou. Hier komen we niet uit. Miek, we hebben niet eens een woordje van onze sponsoren. We gaan gelijk door met het bordspel nieuws. 3 nieuwe spellen. En de eerste is een trading card game van Fantasy Flight Games. Dat is namelijk Star Wars Unlimited. Hoe zit jij ondertussen in de trading card games? We hebben Locana net gehad, is nog steeds bezig. Mm. Wat is jouw mening erover? Ja, ik zit een beetje gemixt in excited en super oververmoeid ervan.
Ja, het is veel, want we kregen gisteren bijvoorbeeld weer een mailtje dat er een DC trading card game komt. Ik weet even de naam niet precies meer, maar het valt me wel op. Zijn er Marvel trading card games? Goeie vraag. Ik zou het eigenlijk niet weten. Vast, maar geen idee. Maar echt goeie en mooie. Ja. En dan trading card games, hè, want ik snap dat er LCG's zijn. Ja, ik heb geen idee. Maar interessant, die wil ik. Ik vind wel dat er... Harry Potter trading card game. Ja, jij wil alles in Harry Potter hebben. Ja. Je wil ook een living card game van Harry Potter hebben. Ik ben het met je eens. Waarom doet niemand dat? Ik heb geen idee. Maar op dit moment is er misschien wat te veel uitgekomen. Want we hebben Disney gehad, DC heb je nu dus. En nu de Star Wars Unlimited. De volgende omschrijving staat erbij. Betreed een universum met eindeloze mogelijkheden in Star Wars Unlimited. In dit snelle en makkelijk te leren trading card game nemen spelers het tegen elkaar op in spannende gevechten vol met iconische Star Wars karakters. In de booster pack van de eerste set van het spel, Spark of Rebellion, vinden spelers 16 kaarten om toe te voegen aan hun collectie. De Sparks of Rebellion set bestaat uit karakters en content uit de originele Star Wars trilogie, Rogue One, A Star Wars Story en Star Wars Rebels en nog veel meer. Ik kan me even niet meer concentreren, want de DSV trading card game... En dan kun je dan sparen, dan wil je Nibbit, je wil Sherlock en je wil ons en je wil Tutut en je wil Jongejonge en alle karakters komen voorbij. Dat zou baas zijn. En jouw kont-tattoo van Vladimir Succi, die kun je dan als upgrade aan jou toevoegen. Dat zou toch cool zijn? Oh. En dan speel je Benjamin, dat is dan zeg maar de verloren vriend. Maar die heeft dan een leuk idee. Ja, precies. Nou, maar goed, Star Wars de deckbuilding. Nee, Star Wars de trading card Unlimited, game. Ja, inderdaad. Ja. Oké, ik hoor het al, er gaat niks in. Als nou nee, ik zit mee te denken van... Het komt te snel op Lorcana. Maar goed, zeker. Twee compleet andere grote bedrijven. Disney versus George Disney. Lucas. Disney versus Disney, dat vind ik ook gek. Ik bedoel, Star Wars is ook van Disney. Dat vind ik dus raar. Hoe hebben ze bedacht, ondanks dat het bij twee verschillende uitgevers uitkomt... dat dit zo kort op elkaar komt? Ja, dachten ze met elkaar slim. Mee te kunnen groeien of zo? Ik snap dat niet zo goed. Als ze dat nou een tijd tussen hadden gelaten, dan was het super cool geweest. Maar nu is het te snel. Ja, want je hoort... bijna niemand erover, over Star Wars Unlimited. Nee, we hoorden ook bijna niemand over Lorcana. Geen commentaar daarover. Nee, iedereen continu over Lorcana. Ja, dus dat was ook weer heftig op Spiel. Oh, met die het was rij. Niet normaal. Maar, volgende spel. Ander spel wat we op Spiel hebben gezien. Dat ja, maar, is... okay, oh, de je wil nog wat kwijt. Ja, ik dacht, dit is tot nu toe een super niet boeiend Ja, maar ik weet stuk. Ook niet meer Ja, maar over. Ik dacht, misschien kunnen we vragen aan de mensen. Wat wil je vragen? Wat vinden jullie ervan? Nou, top. Goeie en vraag. Door. En door. Het tweede spel, dat is het spel Jeruzalem. Mm. Dat is dus een spel met een Bijbelse grondslag. Wat vind je daarvan? Ja, nee, deze hebben we op Spiel gezien. We hebben hem nog niet echt voorbij laten komen. Jawel, mij. De vorige keer toen zei er was er ook een spel met een Bijbelse grondslag. Oh. Of was dat dan dat we daarna was dat deze? Dat is deze, ja. Oh, toen hebben we die al behandeld. Hebben maar die behandeld? Doen we het gewoon, ja, dat geeft niet, dan doen we het gewoon nog een keer. Oh, gewoon nog een keer. Nou, Jeruzalem dus. Het gaat over een menigte die zich verzamelt bij de stadspoorten om Jezus van Nazareth te verwelkomen, terwijl hij zich voorbereidt op het Pesachseder te vieren met zijn apostelen en volgelingen. Met de revolutionaire boodschap heeft hij overal aanhangers verzameld, maar ook argwaan gewekt bij de religieuze autoriteiten. Het laatste avondmaal zal binnenkort worden gevierd en het lot van een van de meest invloedrijke figuren in de menselijke geschiedenis zal worden bezegeld. Wacht, begrijp ik het goed dat het anders zou kunnen gaan dan dat het volgens mensen is gegaan? Ik weet niet of ze af gaan wijken van de Bijbel. Dat is meestal wel een boek waar je redelijk ja, dicht Bijbel blijft, zeg maar. Dan is het zeg maar niet heel spannend wat er gaat gebeuren. Nou, volgens mij ben je ook niet... Je speelt volgens mij niet echt de kaskrakers. Je speelt volgens mij niet, zeg maar, Jezus of een van de volgelingen. Want je vertegenwoordigt een van de gemeenschappen van volgelingen van Jezus van Nazareth. Die, maar wat is het doel? Je gaat vanuit nabijgelegen steden en dorpen naar Jeruzalem toe. En je probeert dichter bij de plek van het laatste avondmaal te komen. En zo dus zo dicht mogelijk bij de stoelen van Jezus en zijn apostelen willen staan. Hoe dicht je bij bent, hoe meer punten je aan het einde van het spel verdient. Je scoort daarnaast ook offersymbolen en parabeltegels die je uiteindelijk tijdens het spel hebt verzameld. Op het bord worden verschillende locaties getoond. De markt, de woestijn, de berg, het meer en de tempel. Nadat onze volgelingen naar een van deze locaties worden gestuurd, krijg je stenen, brood en vis. Net als denarii of kaarten waarmee we meer dan één actie kunnen uitvoeren. Onder deze acties kunnen spelers kiezen tussen het luisteren naar een parabel, naar de tafel gaan, van plaats wisselen of een gunst verlenen. Dit alles gebeurt terwijl het geduld van het Sanhedrin opraakt. Wanneer dit gebeurt, zoals gesymboliseerd door een tegel die zich op een marker verplaatst, wordt het eindspel geactiveerd.
Het belangrijkste element van het spel is echter de kaarten. Elke kaart heeft een symbool dat overeenkomt met één van de vijf belangrijke locaties in het spel. Terwijl je ze speelt, vormen we combinaties waarmee we de apostelen aan de tafel van het laatste avondmaal kunnen brengen. De optimale plaatsing van onze volgelingen rond Jezus en de apostelen zal ook gebeuren door middel van het beheer van kaarten, evenals verschillende hulpmiddelen die we tot onze beschikking hebben. Achter een zeer meeslepend thema zal Jeruzalem anno domini liefhebbers van het dagelijkse spellen niet teleurstellen. Spelers hebben een breed scala aan mogelijkheden binnen handbereik en meerdere manieren om punten te verdienen. Het voorbereiden van de beste strategieën om het meest uit je volgelingen te halen zal een van de sleutels tot de overwinning zijn. Ja. Dit, ik vind... Het is origineel. Het is, laten we dat vooropstellen. Het thema is top, toch? Ja, maar... Het is ook gewaagd. Nou ja, maar ik denk dat ze hier vrij ver weg blijven van alle discussies, denk ik. Als en dicht bij het dichtbij, verhaal... Ja, blijven. En gewoon dicht bij het enige wat je hoeft te doen, als ik het goed begrijp, is dat je dicht bij het avondmaal wil zijn. In principe kan daar niemand tegen zijn. Als in, je wil gewoon gezellig erbij horen of zo. Ja. Ja. Nou ja, goed, als je er tegen wil zijn, dan kan je er natuurlijk waarschijnlijk wel tegen zijn. Tuurlijk. Dus dat... ja... Ja, nou, ik vraag me wel af, maar goed, ik zat mezelf in mijn hoofd ook alweer te weerleggen, want dat is natuurlijk bij heel veel bordspellen zo. In hoeverre dit spel, zeg maar, een soort van, waar het thema er een beetje opgegooid is, zeg maar dat het eigenlijk had het net zo goed iets anders kunnen zijn. Maar goed, dat is natuurlijk bij heel veel bordspellen zo. Ja. En ik vind het juist eigenlijk wel heel leuk dat het originele thema's heeft en dat er heel goed nagedacht is over wat je dan, zeg maar, doet. Zeg maar, met thematische spellen bedoel ik niet alleen een leuk thema, maar ook gewoon... Nou ja, dat je de acties die je doet te maken hebben met het thema. En dat je dan een beetje het gevoel hebt dat je dat echt doet, zeg maar. Mm, yeah. Dat vind ik heel erg leuk. Ik kan niet helemaal hieruit aflezen of dat nou hier wel of niet gaande is. Maar laten we vooropstellen dat ik het heel erg tof vind. Maar ik blijf het toch gewaagd vinden. Want het is natuurlijk een thema wat bij mijn weten niet of nauwelijks voorkomt in de bordspellen. Mm-hmm. Dit is ook wel eens besproken in bijvoorbeeld de Dice Tower. En daarin zei Tom Wessel toen ook van ja, je kan het doen, maar... De kans dat zoiets fout gaat, dat je mensen tegen het hoofd stoot, whatsoever. Ja, tricky. Tricky, maar goed, ik neem aan dat als je dit doet, dat je een uitgebreide kennis hebt van de Bijbel. Nou ja, ik zou dit nooit kunnen doen, want ik weet er veel te weinig van af. Dus dat neem ik ook aan. Ja, dat denk ik ook. Dus interessant. Ja. Nou ja, we gaan het in de gaten houden. Ik ben vooral eigenlijk benieuwd wat dat gaat doen. Wat de reacties gaan zijn, of het populair gaat worden. Ja, dat ligt natuurlijk vooral aan of het een goed spel is. Ja, tot nu toe de beoordelingen zijn goed. En hij stond ook op Spiel, daar was het ook druk in ieder geval bij die stand. Dus ik ben nog geïnteresseerd. Naar kijken, ik zou hem ik. Zelf, zou ik hem wel willen spelen. Nou, hij komt ook in de shop. Dus op dit moment kun je al inschrijven om je mail achter te laten, zodat je de mails krijgt als hij er is. Maar wat denk jij ervan dan? Ja, ik vind het leuk. Ik bedoel, nieuwe thema's juich ik toe. Dus als hier meer spellen van komen, en ik snap dat bijvoorbeeld een groot coöperatief verhalend spel misschien lastig is met bijbelter. Nou ja, dat kan wel, maar dan ga je wel mensen tegen het hoofd stoten. Ja, of je moet heel veel mensen. Ja, maar dan is het geen verrassing meer. Tenminste, ja, wat ik leuk vind en koop op die verhalen spellen, is dat je niet weet wat er gaat gebeuren. Ja, nee, precies. En de paas is wel redelijk uitgeschreven. Ja, wat dat gebeurt, wordt wel. Ja, dat gaan mensen weten dan. Ja, maar goed, dus zoiets op deze manier dat je toch. En volgens mij, het artwork ziet er ook wel mooi uit, zeg maar, van die tijd. Dat je denkt van, nou ja, ik krijg wel een goed beeld van hoe de wereld er toen uitzag. Ja, ik ben voor. Ja, dus dat. De laatste is Sunrise Lane. Die is van Reiner Knizia. Het is een heruitgave van een wat ouder spel van hem. En dat komt bij Wild Goblin Games. In Sunrise Lane ben je aannemer die een woonwijk gaat bouwen. Je probeert de beste stukken grond uit te kiezen waarop je huizen kunt bouwen. Het speelbord bestaat uit een raster van velden waarop verschillende waarden van 1 tot 5 staan in een bepaalde kleur. Tijdens een beurt neem je 2 gekleurde kaarten van de trekstapel en voeg je deze toe aan je hand met een limiet van 5 handkaarten. Of je legt de kaarten af om een gebouw of gebouwen op een veld met de overeenkomstige kleur van de kaart te bouwen, waarna je 1 nieuwe kaart pakt. Als je een gebouw bouwt, moet je dit aangrenzend aan een reeds bestaand gebouw bouwen en 1 of meer kaarten afleggen van de kleur die overeenkomen met het veld waarop je wil bouwen. Je kunt maximaal 5 kaarten spelen, want voor elke kaart die speelt mag je 1 gebouw op het veld bouwen. Vervolgens ontvang je een aantal punten gelijk aan het aantal stippen in het veld, vermenigvuldigd met het aantal gebouwen dat je hebt gebouwd. En je kunt dus tijdens je beurt meerdere gebouwen bouwen. Heel veel bouwen. Ja, maar dit klinkt wel als een typische Reiner Knizia. Het is heel abstract, heb ik gezien. Het is echt, je hebt zeg maar zo'n raster en dat komt ook een beetje omhoog. Dus je volgens mij wel 3D-gebouwen erin zet. Oh.
Het ziet er lollig uit. Ik vind ook de cover heel erg mooi, moet ik zeggen. Want die cover heb ik nog wel helder, maar de rest... Ja, we hebben hem wel op spiel gezien, maar is het ergens dan toch niet blijven hangen? Ik weet niet of het zeg maar 100% ons ding gaat zijn. Ja, twijfelachtig, want het kan ook een soort azul zijn. Ja. En dan is het natuurlijk superleuk. Mensen, maar wat ik wel grappig vond, is dat White Goblin Games heel snel aankondigde toen die op spiel was. En toen die... Ja, dat was denk ik al afgesproken. Maar dat vond ik echt tof. Ja, en het leuke is ook dat hij nu bij White Goblin Games komt. Want de uitgeverij Horrible Guild, die heeft normaal gesproken wat meer combinaties met 999 Games. Zoals bijvoorbeeld The Great Split is recent uitgekomen van hen. En White Goblin Games heeft alleen Rearward Inc. van die uitgeverij. Maar op die manier komen ze dus bij meerdere uitgevers binnen. Vergeet ik nou dingen? Dat niet per se. Maar nee. Leuk. Reiner, leuk. Ja, Reiner maakt genoeg voor iedereen. Dus tof. Ik ben hier wel benieuwd naar, hoor. Nice. Goed, klein woordje van onze sponsoren. En daarna komen we terug met het spel dat wel op onze wishlist staat. DSV Games presenteert met trots Forever Home. Gemaakt door de ontwerpers van Dog Park, Lottie en Jack Hazel. Forever Home is een spel voor 1 tot 5 spelers, duurt 20 tot 45 minuten en is geschikt voor spelers vanaf 8 jaar. In Forever Home vind je jezelf terug in een asiel en probeer je voor de verschillende honden het perfecte baasje te vinden. Met een van de 3 simpele acties voeg je honden toe aan je asiel. Bereid ze voor op hun nieuwe leven door trainingskaarten af te ronden en koppel ze aan het perfecte huis. Door slim rekening te houden met de verschillende doelen, kun je je reputatie laten groeien. Forever Home komt helemaal tot leven door het prachtige artwork van Dominic Fassi en door het schitterende spelmateriaal. Forever Home is beschikbaar vanaf 2024. De nooit eindigende wishlist. Ja, we zouden deze categorie ook wel geef ons, neem ons geld kunnen noemen. Ja, het is erg. Is door spiel jouw wishlist enorm gegroeid? Ja, ja? Ontzettend. Ja. Ja. Ja, maar ja. Ja, nee, ik wou zeggen, er zijn ook al spellen binnengekomen van spiel die we die al hebben gekocht. Maar toen dacht ik, ja, maar dat verandert er eigenlijk niks aan. Want er zijn er nog steeds heel veel die ik zou willen hebben. En eigenlijk, ja, het is gewoon geld. Ja. Gloomhaven, Budden en Bugs. Dat is het spel wat onze wishlist staat. En dat is een solospel met een originele campagne geschreven door Isaac Childress. Die een speelstijl biedt die vergelijkbaar is met Gloomhaven, maar in een fractie van de omvang. Maar hoe doen wij dat dan als het een solospel is? Ja, daar moeten we nog even over nadenken. Oh nee, inderdaad. Ik wou dan altijd nog geven. Kijk, we spelen wel 1 solospellen samen, maar dan doen we ze gewoon coöperatief. Dus ja. Dan gaan we gewoon als 1 grote blob overleggen wat we gaan doen en dat doen we dan. Ja, en dit is de re-implementatie van Gloom Holding. Dat was een fan-made heel klein kaartspelletje voor 1 speler. Spelen op basis van Gloomhaven. Uh-huh. En hij mocht ook van Isaac het artwork volgens mij gebruiken voor die fanmade game. En nu komt er dus officieel uit. Ja, leuk. Tof. Ja, dat vind ik echt wel tof dat hij daar zo alert op is. Ja. Want die stickers, die removable stickers, dat waren ook fanbase dingen, toch? Ja, en je hebt nu ook een hele grote uitbreiding van Gloomhaven met 100 campagne of 100 scenario's volgens mij, die helemaal niet door hem gemaakt is, die echt voor fans gemaakt is. Dus ja, hij is daar heel soepel in. Ja, dat vind ik wel blijkbaar fijn. Wel, ja. Maar die brengt hij niet uit, toch? Nee, die is volgens mij nog niet officieel uitgebracht. In maar wie geval. Weet, dus, in de toekomst waarom niet? Het speelt zich in ieder geval af na de gebeurtenissen van Gloomhaven en Forgotten Circles. De teruggetrokken Aister Hill heeft de reputatie opgebouwd voor haar cruciale rol bij het redden van de stad. En ze haat het absoluut. Wannabe-helden dringen voortdurend haar studio bij de Crooked Bone binnen op zoek naar hulp om zelf beroemd te worden. En dan zijn er nog de demonen die uit zijn op wraak. Ze overwoog kort om te verhuizen. Maar omdat dat inspanning zou vergen, plaatsen ze in plaats daarvan een betovering op haar voordeur. Iedereen die probeert deze te openen, wordt verkleind en is daardoor geen probleem meer. Oké, dat is best een lullige oplossing. Ja, dat is een pijnlijke oplossing. Tot zover dacht ik echt loffer. Gewoon echt denken, nou, ik wil helemaal geen held zijn. Ja. Maar dit is wel wat intens. Ja, het probleem is, jouw personage is een wannabe held. In een slecht doordachte poging om beroemd te worden, proberen jullie heel te bereiken en poef. Nu zijn jullie zo klein als een muis en zijn jullie geheel andere wereld van wetteloosheid binnengegaan. Ze moeten een nieuwe manier vinden om de Crooked Bone binnen te komen en heel te overtuigen en terug te brengen naar een vorige formaat.
Elk scenario is een enkele kaart waarbij één huurling het opneemt tegen een handvol vijanden met vereenvoudigde acties en kunstmatige intelligentie. Elke huurling heeft slechts 4 dubbelzijdige kaarten in hun hand, maar deze kunnen 2 keer worden gebruikt, zowel de voorkant als de achterkant, voordat ze worden weggegooid. Aanvallen worden opgelost met hulp van dobbelstenen in combinatie met een modifier-tabel. En zowel de tabel als de vaardigheidskaarten van de huurling kunnen worden verbeterd naarmate je niveau stijgt gedurende de campagne. Leuk. Klinkt goed, hè? Leuk, ja. Klinkt, het zou ook wat te simpel kunnen zijn, maar ik wil hem graag spelen. En het fijne vind ik wel dat je zeg maar wel de kracht van Gloomhaven vind ik dat zeg maar een kaart 2 effecten heeft. Dat je constant na moest denken wanneer doe ik precies welk effect. Dat is overeind gebleven. Ja, precies. Leuk. Ja, grappig. Ja, maar het kan ook zijn dat het een beetje te klein is. Maar daar gaan we achter komen. Precies, dus Button & Burks komt ook in onze webshop, dus je kunt het vast achterlaten. Dan is het herfst op dit moment en daarom gaan we er in de top 10 naar kijken, naar 10 spellen om zin in de herfst te krijgen. Zelfs de podcast gaat er een klein beetje van stotteren. Maar 10 spellen dus om zin te krijgen in de herfst. En daarbij dacht ik een beetje toen ik hem samenstelde, cozy gaming. Ja, precies. Ja, daar ben ik heel erg van. En zeker nu, ja, vandaag is het echt een typische herfstdag. Het regent hard en het regent veel. En het is donker en het is koud aan het worden. En ja, dat is gewoon, dat zijn de gloriedagen van een bordspelspeler. Gewoon spel op tafel. Vroeger zou ik zeggen kaarsje aan, maar ik brand eigenlijk geen kaarsjes meer. Maar gewoon dekentje op schoot. Licht een beetje gedimd, maar niet zo erg dat je bordspel niet meer kan zien. Kopje thee erbij, warme chocolademelk. Ja, daar gaan wij toch van stralen. Ja, er zijn 2 momenten in de geschiedenis dat een bordspelspeler helemaal loskomt. Tijdens corona en tijdens de herfst. Dat Precies. zijn gewoon momenten dat je veel thuis wil zijn. En de winter natuurlijk. En de winter inderdaad. Ja, maar bij de herfst, zeker met die regen op het zolderraam, dan krijg ik gewoon echt zin om een spel op tafel te gooien en lekker cozy te zijn. Het zou nog beter zijn als de kerstboom al stond. Maar dat bewaren we weer voor de volgende keer. Dat is een andere discussie. Ja. Nummertje 10. En deze hebben voornamelijk een beetje te maken met cozyheid. Het is niet per se op kwaliteit. Maar op nummer 10 staat My Shelfie, want boeken, cozy. Ja, dit spel heeft ook die herfstkleuren. Wat ik ook wel ergens belangrijk vind bij cozy gaming, terwijl dat slaat nergens op, maar dat is wel een beetje een persoonlijke voorkeur, zijn dingetjes. Zoals ik ben Iris niet zou zeggen. Gewoon lekkere dingetjes om mee te spelen. Dus mooi speelmateriaal. Niet per se alleen maar zeg maar karton en meeples, maar gewoon dat het er net even wat leuker uitziet. Maar goed, dat is gewoon een persoonlijk dingetje. Maar My Shelfie past er perfect bij, want My Shelfie is dus eigenlijk een soort set collection spel waarbij je je moet eigenlijk de boekenkast is eigenlijk een 4 op een rij raster, maar dan bruin. En wat je erin gooit, dat zijn eigenlijk geen rondjes, maar gewoon vierkante tokens, fiches. En daar staan dan boeken op, maar ook decoratie voor in je boek. Kast, katten, planten, dat soort dingen. Dus helemaal leuk. En dan probeer je pakt zeg maar zo'n fiche, je gooit hem erin en je probeert op die manier groepen te creëren. Maar ja, erin is erin. En ja, je kan niet altijd zomaar kiezen waar je zin in hebt. Dus, maar dat vind ik ook leuk, lekker bij cozy gaming. Dat je gewoon lekker een beetje, nou, bijna alsof je zit te spelen. Nou, precies. En My Shelfie perfect daarvoor. Ja. Nummertje 9, Bosk. Als je naar de cover kijkt, dan weet je 100% al cozy gaming. En daarnaast herfst. Ik bedoel, die cover die straalt gewoon herfst uit. Wat ik het leuke vind in Bosk, want ondanks dat het niet 100% ons spel is, is dat het 2 verschillende fases heeft. Aan de ene kant ga je bomen plaatsen, en dat is natuurlijk al heerlijk en gezellig, maar daarna vallen van die bomen de bladeren af, want het is immers de herfst. Ja. En die beide scoren op een andere manier, dus ondanks dat het super abstract is, is het materiaal prachtig en is het gewoon perfect om in de herfst te spelen. Ja, niet per se dingetjes, maar wel 3D. Het is wat abstracter. Is dat het is abstract, wat droger, inderdaad. Maar zeer thematisch voor de herfst. Op nummer 9 staat Animals of Baker Street. Ja, dit is ook weer zo'n heerlijk cozy spel waarin je de dieren speelt van Baker Street, dus van Sherlock Holmes, maar eigenlijk meer de dieren uit de stad. Dus niet per se de hond, zeg maar gewoon de muizen in huis, de spinnen, de vogels, dat soort dieren. Er zijn een paar karakters, ik geloof 4, en die hebben allemaal een beetje hun eigen dingetje en hun eigen krachten en een beetje hun eigen backstory verhaal.
En verder is het een detective. Je bent iedere keer een casus aan het behandelen. Dat zijn eigenlijk hele schattige casussen. Maar ik vind hem niet kinderachtig. Ondanks dat het ook wel gezien wordt als een kinderspel. De introductieverhaal, dat duurt 15 minuten. Die is wat kinderachtiger. Maar voor de rest vind ik hem helemaal niet kinderachtig. En ja, ik wil dit zo binge spelen. Eens. Ja, het is ja, perfect. Je gaat met de regen, als de regen buiten is, ga je lekker met een kopje thee op de bank zitten. Je pakt het boekje erbij, desnoods. En je gaat mee aan de slag. Ja. Erg leuk. Echt fantastisch. Nummertje 6 staat Mansions of Madness. En kijk, als je denkt aan herfst, dan denk je natuurlijk ook aan Halloween, die plaatsvindt tijdens de herfst. Mm-hmm. En wat ik leuk vind, is op het moment dat het allemaal wat donkerder wordt, om dan inderdaad wat kaarsje of nepkaarsje in ons geval aan te doen. En ondertussen dan zo'n lekkere horrorcampagne te spelen. Ja. Met een app erbij die er helemaal doorheen praat. Ja, Mansions of Madness doet dat top. Dus daarom moet hij ook in de top 10. Beetje puzzelen, beetje monsters verslaan, beetje ontdekken, tactisch spelen. Het is al een wat ouder spel, maar hij is zeker de moeite waard om eens te bekijken. Als je nou denkt, ik wil meer Halloween tips. Wij hebben ook een video, gewoon normale YouTube video opgenomen met 10 Halloween spellen. Die komt, denk ik, morgen online, als je dit live luistert. Als je hem direct luistert, komt hij inderdaad snel online. Dus ga daar ook even naar kijken, want het is nou iets minder cozy en gezellig, maar wel heel Halloween en thematisch. Nummertje 6. En we hebben ook ons best gedaan. Dat is ook een beetje een Halloween video met allemaal Halloween itempjes aangekleed. Precies. Nummertje 6, daar staat Planted. Ja, nou, ga maar los, Miek. Ja. Waarom is dit cozy gaming? Nou, Planted is natuurlijk weer perfecte spel. Die heeft gewoon alles wat je wil. Het is niet te moeilijk. Het is lekker. Nou ja, ik wou zeggen. Ja, het is eigenlijk wel heel thematisch. Ja, want je vind bent ik wel. Planten water aan het geven, planten voeding aan het geven, planten in je huis aan het verzamelen. Nou, zeker als je Marieke Kuit van Woestenkeet, is het zeer thematisch. En het zit vol met leuke mooie dingetjes. Je hebt supermooie watertokens, zonnetokens, plantenvoeding tokens. En je hebt nog jokers. Nou ja, dat is vooral leuk tijdens het spelen. En je gaat proberen eigenlijk je planten zo goed mogelijk te maken. En ja, het is iedereen die dit speelt, die zeg maar naar aanleiding van mijn lofbeders interesse heeft, die is daarna ook super enthousiast. Ja, het ziet er top uit. Ja. Planten, lekker thuis, is het perfect voor in de herfst. Nummertje 5 staat Three Sisters. Ja. Nog meer planten of groenten eigenlijk. Maar ja, past wel perfect. Als je de voorkant van de doos ziet met de pompoenen, dan weet je al, dit moet je spelen in de herfst. Ja, dit is het tweede deel uit de Roll and Rides van Fleet Dice Game, Three Sisters, Motor City en French Quarters komt er dan aan enigszins korte termijn, denk ik. Three Sisters gaat over moestuinieren. Dus je gaat dobbelen met van die prachtige oranje shrill dobbelstenen. Met, ja, die er super gelikt uitzien. En het startspelerfiche is een pompoen. Dus het is helemaal herfst en lekker. En wat je gaat doen is je probeert zoveel mogelijk planten te laten groeien in jouw moestuin. En dan, ik hoop dat ik het nu goed zeg, maar er zijn 3 belangrijke planten hierin. Er zijn pompoenen, die bedekken de grond en die zorgen dus eigenlijk voor een vruchtbare bodem. Je hebt bonen en je hebt mais. En die, nou ja, die 3 samen, dat noemen ze dus de 3 gezusters, de 3 sisters. Die gedijen gewoon heel goed op elkaar als ze bij elkaar in de moestuin staan. En je hebt aan de andere kant van je hebt eigenlijk 2 spelersplaatjes waar je op speelt. Wat we kennen van die anderen ook. Heb je bijvoorbeeld je schuur waar je allerlei bonussen op bij kunt houden. Compost, dat soort dingen. Dus weer gewoon een super leuke roll and ride, maar wel een pittigere roll and ride. Klopt helemaal, maar ik vind hem erg leuk. Ja, heel leuk. En perfect tijdens de herfst. Nummertje 4, Above and Below. Dat is een semi-verhalend bordspel van Ryan Lockett. Maar het is vrij eenvoudig. Ja. En het is nog wel echt een competitief spel. Dus je gaat alsnog een beetje à la worker placement. Ga je mensen naar je toe halen. Ga je kaarten spelen. Maar dat allemaal wordt dus door middel van verhaal, als je bepaalde acties uitvoert, aan elkaar gepraat. Ja, het is zo ontspannen. Ja, het is heerlijk. Het is echt zo'n relaxerend spel waarbij je gewoon, ja, gewoon lekker zitten puzzelen. En het duurt niet super lang, maar wel gewoon lang genoeg. Echt een topper. Op nummer 3 staat Sherlock Holmes Consulting Detective. Als je dan de Animals of Baker Street uitgespeeld hebt, dan is het klaar voor het echte werk. En als je dan bijvoorbeeld echt een lekker goede avond hebt en lekker wil puzzelen, dan is zo'n detective gewoon perfect. Ja, het is voornamelijk lezen. Dus je pakt een boek, je gaat lezen en je wil door middel van goed te lezen weer uiteindelijk de casus oplossen. Maar ja, dit is ook weer heerlijk op zo'n herfstavond. Ja, stel je voor, je bent niet zo'n aantekeningenmiep zoals ik, hè. Dan zou je een bewijs van spreken in bed kunnen spelen. Ja, of op de bank. Zeker weten. Je hebt alleen een boekje nodig en een kaart af en toe. Maar goed, als je die even voor je houdt, dan kom je er ook wel uit. Ja. Ja,
top. Ja, nummertje perfect. 2, Forever Home. Ja, die kan natuurlijk niet ontbreken. Dat is ons eigen bordspel wat wij uit gaan brengen in het Nederlands. Forever Home is ook zo'n heerlijk, gezellig, relaxerend spel. Het gaat over een asiel. Je bent een, je bent een beetje een vriendelijke strijd aan het voeren over asiels. Want een asiel, ja, dat is natuurlijk geen concurrentie. Je hebt allemaal hetzelfde doel, namelijk zoveel mogelijk, in dit geval honden, herplaatsen in huizen. En dat ga je doen door een tegelleg puzzelspel te spelen. Je hebt allemaal een asiel waarop je patronen probeert te leggen van honden. En dat stelt eigenlijk voor dat je die honden aan het trainen bent om ze te kunnen herplaatsen. Want je wil ze natuurlijk wel zo goed mogelijk opgevoed naar een huis kunnen sturen. De patronen die je legt, dat zijn dus trainingskaarten. En als je die haalt, dan mag je honden daadwerkelijk herplaatsen. Er zijn 4 soorten huizen waar je ze kunt herplaatsen. De stad, de buitenwijk, het platteland en het gastgezin, om ze maar meteen in de Nederlandse termen te gebruiken. En waar je ze plaatst, dat is eigenlijk afhankelijk van het doel die je wilt halen. Er zijn 4 huiskaarten per spel. Daar zijn natuurlijk meer van, maar per spel zijn er 4. Dat zijn eigenlijk doelen die je wil halen. Hè? Dus bijvoorbeeld een paarse hond bij het platteland, want dan krijg je daar punten voor. Nou, dat verschilt ook weer per spel. Dus een hele leuke herspeelbaarheid zit erin. En er zijn doelen, algemene doelen, met ook weer de kleuren van de hond. Bijvoorbeeld, wie heeft de meeste paarse honden herplaatst in een huis? Of wie heeft de meeste groene in verschillende huizen herplaatst? Nou, zo. Dus het spel, het duurt ook niet super lang. De regels zijn niet heel moeilijk. We hebben hem al met heel veel combinaties gespeeld. Speelt waaronder met mijn ouders. Nou, dat zijn geen bordspelspelers, dus die konden ook heel leuk meespelen en die vonden het ook echt heel leuk. Dus ja, ook weer perfect cozy gaming. Helemaal mee eens. En bij Calico heb ik bijvoorbeeld wel eens dat ik helemaal denk, oh, wat moet ik doen? Ja, maar Forever Home geeft lekker tactische keuzes, ja, maar zonder dat je helemaal gefrustreerd bent inderdaad. Ja. Dus daardoor perfect voor cozy gaming en voor in de Het is zeg maar, als je beginner bent, dan kan je heel makkelijk meespelen, want ja, je kan gewoon het spelen. Alleen als je expert bent, dan kan je heel goed doordenken over hoe je de perfecte combinaties kunt maken om meer punten te scoren. Dus ja, dat is gewoon goed. Zeker. Ja. Op nummertje 1 staat Artisans of Splendid Vale. Dit is een groot coöperatief verhalend spel. En het verhaal is top gedaan. Maar het ontspannende is dat je grotendeels van de tijd in een boekje leest. En dat je ook nog afwisseling hebt dat sommige karakters iets voor moeten lezen. Daar is heel erg leuk mee gespeeld. Ja, perfect voor tijdens de herfst. Ja, en zo ontzettend mooi. Want er zitten dus letterlijk 4 boeken in. Je kan 4 karakters spelen, dus ieder karakter heeft zijn eigen boek. Dat zijn gewoon paperbacks, echte boeken, zeg maar. Maar het materiaal is zo mooi dat wij in eerste instantie het spel hadden opgezet en we begonnen te spelen. En ik dacht, waarom zijn deze meeples zo squeezy? Het is supermooi materiaal. Bleek dat we met de gummen aan het spelen waren. Ja. Er zitten gewoon gummen bij, omdat er ook veel. Je hebt een beetje een character sheet, zeg maar, à la Dungeons & Dragons. Dus daar hou je een beetje dingen op bij. En je plakt ook stickers. Er is een recharge pack, dus je kan gewoon weer refreshen aan het einde. Maar tenminste, als je die koopt, die moet je er wel los bij kopen. Maar er zitten dus gewoon zulk mooi speelmateriaal bij met bedrukte potloden en gummen, dat we gewoon niet door hadden dat we niet met de meeples waren spelen waren, maar met de gummen. Ja. Dus dat zegt wel even wat over het materiaal. En verder is het dus een coöperatief verhalend spel. Dus je speelt de artisans, dus een beetje van die craftige werkersachtige mensen. Het zijn wel mensen, maar er zitten wel wat fantasy dingen bij. We hebben wel wat krachten, zal ik maar zeggen. En onze baan is eigenlijk om de stad veilig te houden. Dus er zijn een soort van meteor showers die plaatsvinden. En dat is aan de ene kant heel fijn, want dat levert hele vruchtbare grond op. Maar aan de andere kant, ja, je ligt er wel eens onder. En dat wil je natuurlijk niet. Dus wij proberen de stad een beetje veilig te houden van wezens en mensen die foute intenties hebben. Maar aan het einde van de dag komen we ook weer gewoon thuis. En dan lees je wat over je privéleven. En we hebben laatst jouw verjaardag gevierd, bijvoorbeeld. Ja, superleuk. Ja, dat vind ik superleuk over nagedacht. En lekker je karakter upgraden met stickers. En er zitten heel veel verhalen in ook. Mm-hmm. En het is dus wel een het ziet er heel lieflijk uit, het spel. Heel, wel roze eigenlijk. Maar het is, er zit ook echt, het is wel best wel een stoer verhaal. Ja, je komt wel eens dingen tegen waar je denkt van, dat hoef ik niet in het echt tegen te komen. Nee, zeg ik zou het ook niet met jonge kinderen spelen, want je komt wel eens een lijk tegen bijvoorbeeld. Ja. Dus het is zeker niet zo lieflijk als het eruit ziet, maar wel heel mooi ook vormgegeven en ja, echt een cozy gaming. Helemaal mee eens. Dus dit was onze top 10 spellen om zin te krijgen in de herfst. En mocht je nog een idee hebben over een spel waarvan jij zin krijgt in de herfst, laat dat zeker even in de opmerkingen achter, want dan kunnen we volgend jaar weer een nieuwe top 10 maken. Of spelen, want ik wil ze voornamelijk zelf spelen. Wij gaan door met de luisteraarsvraag, dit keer van Cynthia.
Ja, Cynthia had een luisteraarsvraag. Die vroeg, wat is het meest memorabele moment dat je hebt meegemaakt tijdens het spelen van een spel? Nou, dat was aan de ene kant een moeilijke vraag, maar aan de andere kant ook weer makkelijk, want we hebben er nogal wat opgeschreven. Ja, en een aantal hebben we al vaker genoemd. Dus de eerste twee zal ik even kort samenvatten. Mm-hmm. We hebben wel eens vaker genoemd dat we Descent gespeeld hebben in een prachtig huisje in Bulgarije, met het vuurtje erbij, terwijl de herfst langzaam binnenkwam. Dat was een topervaring. Ja, dat was echt perfect. Daar denk ik heel graag aan terug. En de eerste keer Time Stories was ook fantastisch. Voor de eerste keer een verhalend spel. En ik weet nog dat we beide tegen elkaar zeiden, vind jij dit ook zo leuk? En dat jij zei, ja. En dat was gewoon top. Ja. Ja, dus dat was echt top. Maar dat hebben we al vaker verteld. Dus dat zullen we nu nog een keer doen. Dan hebben we opgeschreven het eerste potje Forever Home met Jack. Jack is een van de makers van Forever Home samen met zijn vrouw Lottie. En wij hadden Forever Home op het oog om als eerste spel te gaan uitgeven met DSV Games. Maar we moesten hem natuurlijk wel spelen, want je gaat niet zomaar een spel uitgeven als je het nog niet gespeeld hebt. Maar op dat moment was het nog niet uit. Dus ze hadden ook nog geen demo-kappie of een Engels verhaal of weet ik veel wat. Dus we konden het alleen digitaal spelen. En wat dan gebeurt is dat we het in dit geval op, hoe heet het ook alweer? Tabletopia of zo. Ja, Tabletop Simulator. Nou ja, nee, die ene web, ik speel daar verder nooit. Maar daar was dus een gedigitaliseerde versie van Forever Home. En zo konden wij het eerste potje via livestream en via Tabletopia, heet het geloof ik, online spelen met Jack, met de maker van het spel. En het leuke is dat ik aan het begin vroeg ons af, oké, wordt dit een goed spel? Ja. Is het bijvoorbeeld niet te makkelijk? Ja. Die vraag had ik voor mezelf. Ja, dat dacht ik ook. En ik weet nog dat hij speelde dat ik dacht, ja, dit is gewoon de perfecte combinatie, zeg maar, tussen moeilijk en makkelijk. Qua regels is het niet echt ingewikkeld, maar toch lekker veel tactische keuzes. Ja, daar werd ik heel blij van. Maar eigenlijk moet dan, dat hebben we niet opgeschreven, maar als eerste potje met het fysieke spel natuurlijk ook op de lijst staan. Ja, dat was ook echt een hoogtepunt. Ja. Toen de Engelse versie binnenkwam, hadden we dus een fysiek exemplaar. Wij hebben er overigens maar één van hoor. We hebben echt alleen nog maar een demo-versie. En die speelde, toen was Jordi er ook. Dus toen konden we hem lekker met z'n drieën in onze pauze spelen. Ja, en dan kom je erachter dat die versie nog veel leuker is dan online. Eens. Dus dat was heel fijn, want als het andersom was geweest, dan was het natuurlijk een beetje jammer geweest. Maar sindsdien hebben we al veel gespeeld. Dus dat het eerste potje Forever Home moet ook zeker op de lijst. Nummertje 4 hebben we ook al eens vaker genoemd. Ja. Maar dat ging over in Oekraïne. We waren op dat moment op vakantie. Toen kon dat helaas nog. Mm. En daar speelden wij in spelletjescafés een potje Gaia Project. Met mensen waar we eigenlijk bijna geen woord mee konden wisselen. Nee. Maar wel Gaia Project konden spelen, omdat we allemaal de regels kenden. En wat ik nog misschien wel het meest legendarisch vond, is dat we ook met een hele grote groep internationale personen Codename speelde. Ja, dat was zo bijzonder. Want kijk, een bordspelcafé in het buitenland, daar komen we wel vaker. Wij proberen namelijk altijd als we op vakantie te gaan daarheen te gaan. Dat vinden we superleuk. Maar meestal is het dan echt een café. Dus dan zit je daar echt met z'n tweeën. Maar dit waren eigenlijk een soort openbare, of in ieder geval, wij stormden daar gewoon naar binnen, bordspelclubs. Dus het was daar echt alleen maar gericht op spelen. Je kon daar ook geen bordspellen kopen. Je kon er wel wat eten kopen. Maar ja, het was een soort, ja, een soort clubhuis eigenlijk. Ja. We zijn er in twee geweest, allebei in Kiev. En die ene inderdaad, waar we dan binnenkwamen. En toen wilden ze net beginnen met een potje Codenames. En het was echt een bij elkaar geraapt soortje van mensen die daar altijd kwamen. Maar ook mensen die ook, net als wij, daar op vakantie waren. We hebben bijvoorbeeld nog met die Engelstalig, was volgens mij ook een Engelsman, zijn demo-exemplaar gespeeld. Hij had een prototype bij zich van zijn eigen spel wat hij aan het maken was. En dat probeerde hij met zoveel mogelijk mensen te spelen. En hij was een hoe heet ze dat ook alweer? Digital nomad. Dus hij woonde op dat moment even in Kiev, maar hij woonde daar verder niet permanent. En ja, wij kwamen daar binnen en ze zeiden gewoon, hey, wil je meedoen met een potje Codenames? En wij, kennen jullie het? En wij zo, Dus ja, het was echt een groep van, denk wel 10 man, best wel veel. 2 teams tegen elkaar. Ze hadden ook meteen bedacht dat wij dan, zeg maar, de woordaangever moesten zijn. Dus wij waren eigenlijk tegen elkaar aan het spelen. En de vraag was, hoeveel wildvreemde mensen kregen we zover om onze hints te begrijpen? Ik weet nog wel wie er gewonnen heeft. Weet je dat nog? Ja, ik. Nice. Het was heel spannend. De ene laatste is mijn eerste potje weerwolven. En deze pak ik even voor mezelf, want ik weet dat nog in ieder geval goed. Dat het was tijdens het kamp van de PABO. In het eerste jaar gingen we inderdaad op introductiekamp.
kamp. En het is natuurlijk verschrikkelijk om met allemaal mensen daar naartoe te gaan. Je hebt er helemaal geen zin om in een tentje te slapen en weet ik het allemaal. Dus ik had er geen zin in, maar er was heel één memorabel moment. Namelijk Jaap, ik noem hem in dit geval even meester Jaap, die had weerwolven bij zich. Dus wat hij deed, volgens mij op beide avonden, met een hele grote groep weerwolven spelen, terwijl het daar donker was. En ik dacht toen wel van, dit is top. Ja. Dit wil ik ook hebben. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik echt dacht. Ik heb toen later inderdaad, heb ik hem wel niet veel later, heb ik hem inderdaad gekocht. En ik weet nog dat ik toen wel dacht van, ja, voor het eerst dat ik dacht, bordspellen zijn top. Ja. Dus daarom memorabel. Ja, en nou, dat is überhaupt een heel memorabel kamp eigenlijk. Want überhaupt vond ik meester Jaap trouwens echt een baas. Ja, dat leuk vond ik echt een van de leukste docenten. Zeker van de weten. Ja. Maar dat kamp, daar was ik ook. Volgend jaar was jij erbij. Ja, het jaar erop. Oh, dit was niet tijdens mijn kamp. Nee, het was tijdens de eerste editie. Oh. Het jaar erop ging ik namelijk mee als begeleider. Ja. Ik weet niet precies wat voor sociale buik op dat moment had. Nee, maar dat goed, ik ging mee. Misschien kreeg je de punten voor. En dat denk ik eigenlijk dat wel, dat je de punten voor kreeg. En jij was toen op dat moment eerste jaar. Natuurlijk een jonge bloem die je bent. Ja. En toen hadden we elkaar al kunnen ontmoeten. Ja, maar dat hebben we dus niet gedaan. Hebben we niet gedaan. Nee, en dat was ook nog het kamp waar ik bordspelhater Loes leerde kennen. Want legendarisch. Ik zat toen, dat is denk ik ook de reden dat we elkaar niet gezien hebben. Ik zat toen nog op de academische PABO. En jij was begeleider van de PABO. Ja. En ik was dus wel op hetzelfde kamp. Maar ja, het was wel een beetje een kliekje. Ja, maar dus alle namen die je vaak voorbij hoort komen in de ja, podcast. Ja, Ferdy was daar toch ook? Ferdy inderdaad, bordspelhater Loes waren allemaal op dat kamp aanwezig. Ferdy en jij waren begeleider en Loes en ik waren deelnemer. Ik denk door dit soort dingen dat over een tijdje dat het zeg maar gelijk gaat staan in Woodstock. Dat iedereen denkt, wow, daar Pabo, waren de grote der aarde en dat PABO-kamp, dat wordt net zo hoog. Ja, maar wat dan als we elkaar toen wel ontmoet hadden en allebei daar weer wolven hadden gespeeld? Ja, ik weet niet of dat toen ook was. Maar was ook wel goed gekomen, denk ik hoor. Ja, waren we elkaar toen op van. Het duurde niet heel veel later toen we elkaar voor het eerst zagen. Nope. Dus we vonden elkaar, we zaten elkaar in ons spawater in ieder geval. Ja, ik had toen nog wel een relatie, maar dat duurde toen ook niet lang meer. Goed. Alles kan kapot. Ja. De laatste is dat we een keer Carcassonne gespeeld hebben met alle uitbreidingen. Ja. Dat was aan de ene kant een goed idee en aan de andere kant een bijzonder slecht idee. Ja. Ik weet vooral nog dat het zo lang duurde. Veel te lang duurde het. En op een gegeven moment merk je dat de tafel te klein wordt. Ja, maar toen woonden wij, dat was ons tweede huis. Dus we hadden ook, alles was daar klein en krap. En ja, maar we denken er nog wel regelmatig aan terug. Ja, maar ik vooral in de zin van, dat doen we nooit meer. Nee, maar het was wel een keer leuk om mee te maken. Ja, nu in herinnering in ieder geval. En ik weet ook nog dat, zeg maar, met al die uitbreiding, duurt allemaal lang, heb je eindelijk je spel opgebouwd. Toen kwam die katapult weer tevoorschijn. Ja, verschrikkelijk. Schrikkelijk, ja. Goed, dit waren onze meest memorabele momenten. En dit was in de, ook weer de podcast, mensen. We zijn over 2 weken terug met een gloedje nieuwe podcast. Zien we je dan? Denk het wel, toch? Ja, maar blijf nog even hangen voor het toetje. Oh ja, leuk. Tot zometeen. Lieve en groetjes. Tot over 2 weken. Want ik ben voor het eerst in, ik denk letterlijk jaren, weer eens in de stad geweest. Druigen Zevenaar. Ja, maar überhaupt gewoon in de stad geweest. En ik heb daar eigenlijk 2 verhalen over. Oh, nou, één verhaal en een vraag. Verhaaltjes tijd. Wat ging je in de stad doen? Nou, ik ging naar de stad omdat het was eigenlijk uit pure noodzaak. Ik had namelijk nodig een broek. Essentieel. Ja, nou ja, nee, niet per se, want ik draag voornamelijk jurken, dus ik heb vrij weinig broeken. Alleen de broek die ik het liefste en eigenlijk ook als enige droeg, die was stuk. Met, zeg maar, echt een gat, dus die kon niet meer aan. Dus er moest een nieuwe broek komen. En toen dacht ik, nou ja, ik vind winkelen eigenlijk, ik vind winkelen eigenlijk heel irritant, dus ik bestel een broek online. Slim. Ik bestel eigenlijk de meeste kleding via Vinted, dus tweedehands. Maar een broek is gewoon ingewikkeld. Want een broek, je hebt continu andere maten. Dan is het weer te groot, dan is het weer te klein, dan is het weer te lang, dan is het weer te kort. Dus ik dacht, voor een broek moet ik hem gewoon kunnen passen. En als ik dan denk, oh nee, toch een maat groter, dan pas ik die punt. Ja. Dus een broek koop ik online, dan bestel ik even 3 maten en dan kies ik er 1 klaar. Dus wat doe je dan? Dan ga je naar dewekamp.nl, want dat doe ik dan. En dan denk je, broek. En jij vroeg nog aan mij, wat voor broek zoek je? Ja. En toen zei ik tegen jou, ja, weet ik veel, gewoon een broek. Ja. Maar
dat is blijkbaar geen goede uitleg. Nee. Want ik ben erachter gekomen dat gewoon een boek, dat is niks. Maar wat dat is het dan? Niet. Want wat ik dus bedoelde met gewoon een broek, ja, is blijkbaar een millennial broek. En millennial broeken, die verkopen we niet meer. Want ik wilde gewoon een broek met gewoon rechte pijpen, ja, donkerblauw. Ja. Zou je denken, is dat een rare zoekopdracht? Dat moet mogelijk zijn. Dat is geen rare zoekopdracht. Nou, blijkbaar wel. Want ik ga naar de weekamp, ik doe het in broek. En er is letterlijk geen enkele broek recht. Ze zijn of allemaal glimmend, of ze hebben allemaal glitter, of ze hebben allemaal waaierpijpen waar jij ook nog bij past. Gewoon een normale broek bestond niet. Nou, toen was ik chagrijnig. Toen dacht ik, oké, geef niet. Ik ga wel naar de stad. Ja. En dan koop ik in de stad een broek. Ja. Nee. Niet? Nee, hoor. Nee. Ja, maar in zo'n wereld wil je toch niet leven? Nee. Hoe kan dit? Ik werd steeds gefrustreerd en ik voelde me met een minuut ouder worden. Ik snap dit. Iedere winkel waar ik naar binnen stapte, dat was een en al glitter. Het was alsof ik weer 16 was. Overal zaten glitterhartjes op. Dingen waren ik voel me echt mijn oma. Dingen waren gerafeld. Pijpen waren er was nergens gewoon een broekbroek. Nou. Weet je waar ik hem uiteindelijk gekocht heb? Wat dan? De MS-mode. Waar staat die winkel voor? Nou, voor zeg maar, dit is je moeders winkel. Oh, oké. Daar heb ik, nou, ik moet toegeven, ik heb wel de beste broek aller tijden gevonden. Top. En blijkbaar ben ik nu een MS-persoon. Ja, top. Maar MS-mode had gewoon een broekbroek die gewoon mooi was. Nou, fijn. Ja. Wat fijn. Maar ik dacht echt, what's happening met deze wereld? Waarom kan ik niet gewoon een broekbroek kopen? Je had ook nog een vraag. Nou, ja. Maar dit weet je niet. Je gaat er ook niet blij mee zijn. Oh. Maar ik ga het toch even winnen. Kijk, als ik dan naar de stad ga om een broekbroek te kopen, ja, dan probeer je jezelf ook een beetje te pleasen. Tuurlijk. Dus dan ga je ook nog eventjes langs de Action. Oh, ja. Ik heb niet zoveel dingetjes gekocht, vond ik zelf. Voor pannen voor jou. Pannen, ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, maar wat komt er nu? Nu komt er nog een lijk uit de kast, of niet? Nou, ik zag daar iets. Oh. En tijdens deze podcastaflevering zei er maar iets. En toen dacht ik ineens, dat moet ik hebben, geloof ik. Wat is het? Nou, kijk, ik was daar bij de Action en daar liggen natuurlijk al de kerstdingen. Tuurlijk. Maar kerstdingen, die koop ik nog niet. Is te vroeg, oké. Dat is zelfs voor mij te vroeg. Nu ik de kerstwebshop niet meer heb, ben ik ook gewoon iets normaler. Kijk, 1 november gaat de kerstboom erin, begrijp me goed. Kan ik net aan. Ja, maar toen zag ik daar echt het schattigste aller tijden, namelijk herfstornamenten. Dus zeg maar kerstballen, maar dan geen bal, maar een ornament, met eekhoorntjes en egeltjes en allemaal leuk en bruin. Maar en toen dacht ik, waarom zijn die dingen er? Want wat ga je ermee doen? Ja, waar hang je die kring op? Nou, dit heb ik dus bedacht tijdens deze podcast. Want het ging over de spellen die je wil spelen tijdens de herfst. En toen zei ik, het wordt natuurlijk nog leuker als de kerstboom er is. En ineens dacht ik, eureka. Wat dacht je toen? Een herfstboom. Nee! Ja! Nee! Wel. Nee, laat ik even duidelijk zijn, want hier gaan even een paar stappen te ver. De kerstboom, ja, dat kan ik net aan in mijn leven. Kerstboom, oké, noodzakelijk kwaad, ik vind het allemaal prima. Daarna kwam jij, een paar jaar daarna kwam je eraan met, weet je wat we doen? We doen met Pasen de paastak. Dat vind ik al moeilijk. Ja, maar die heb ik eruit gedaan voor jou. Ja, maar dat is concessies doen, ging ik uit. Bij de paastak, een kale tak, waar je niks aan ziet, hangen er een paar van die lullige paaseitjes in. Ja. Daar wil ik niet blij van. Ik ook niet. Dus toen heb ik concessies gedaan. Toen dacht ik, het slaat eigenlijk nergens op. Ik wil helemaal geen dode takken. En het stomme is, ik ben allergisch voor die dingen. Voor kerstbomen, voor paastakken, voor alles. Dus wij hebben dan ook letterlijk een of andere domme dode tak in huis. Ja. Nou, daar heb ik ook. Ik heb één compromis waarop er een herfstboom in mag. Ik weet het compromis. Als er komt een paaskonijnenboom. Nee. Oh. Op het moment dat het de enige boom in huis is en als hij de complete herfst blijft staan, vind ik het prima. Dit moet je even nadenken. Hoe bedoel je de enige boom in huis? Nou, als we niet dan ook nog een kerstboom ernaast neerzetten, maar dat hij gewoon tijdens de hele herfst blijft staan, vind ik het prima. Wanneer is bij jou de herfst afgelopen? Nou, gewoon zoals het hoort, namelijk met kerst. Nee, nee. Als we dan de kerstboom skippen, vind ik het helemaal prima. Nee, natuurlijk niet. Want ik dacht, wij hebben best wel een dure luxe kerstboom. We hebben een dure luxe kerstboom. Die hebben we voor onze gezamenlijke verjaardagen gekregen van mijn ouders. Ja. Want we hadden echt zo'n boom die gewoon letterlijk een driehoekje is. Ja. Dus dat was super lelijk. En je kon er eigenlijk gewoon doorheen kijken. Die hebben we gekocht toen we gingen samenwonen bij de V&D. Zeker. Voor onze 60 euro VVV-bon. Ja, bestond toen nog. Ja, en dat kon toen nog. Maar in ieder geval, die was lelijk. Dus die staat toen op kantoor. Tof. Ja. Nee. Maar we hebben nu een supermooie kerstboom waar de lampjes al in zitten. En waar je naar kijkt en dan word je er gelukkig van. En
het is toch fijner, letterlijk is bewezen. Nu komen de wetenschappelijke argumenten. Uh-oh. Dat mensen die hun kerstboom eerder opzetten, die zijn gelukkiger. Jawel, ga maar kijken op de NOS. Want dit artikel komt ieder jaar weer terug. Ik heb het van de week alweer voorbij zien komen. Nou, ik ben heel blij voor je. En staat er ook een artikel over mensen die een herfstboom eerder opzetten? Ja, die zijn verstandig. En hoe krijg je een herfstboom dan? Moet je dan je kerstboom bruin spuiten? Hoe werkt het? Nee, dat is gewoon dezelfde boom. Maar dan dus met die eertjes en de eekhoorntjes. Het is eenzelfde boom. Het is gewoon een kerstboom waar je andere dingen in hangt. Ja. Ik wil gewoon de kerstboom opzetten. En dan hang ik daar de eekhoorntjes en de egeltjes in. En dan ben ik heel gelukkig. En dan hebben we lampjes. En dat is allemaal heel leuk. En dan is het 1 november. En dan halen we de egeltjes en de eekhoorntjes er weer uit. En dan doen we de kerstballen erin. Van al je ideeën is dit echt in de top 3 meest dom, hoor. Nee, dit is heel slim. Ik vind Wees blij kerstboom... dat ik niet in Amerika woon. Want dan had ik de kerstboom veranderd in een Valentijnsboom. Ja, sorry dat we hier even de tijd pakken om dit punt even helemaal uit te diepen. Maar ik vind... De kerstboom opzetten vind ik het meest verschrikkelijk. Dus dan ga je vaak heb jij in je leven de kerstboom opgezet? Letterlijk 0 keer. Te vaak. Nee, en ik zet hem altijd op. Dan ga je hem in plaats van 1 keer optuigen en 1 keer aftuigen... ga je hem 2 keer optuigen en 2 keer aftuigen. Dat is gewoon te veel. Nee, natuurlijk niet. Je gaat er langer van genieten. En dan doe je toch ook dingetjes die gewoon blijven hangen. Gewoon die in allebei de kleurschema's terugkomen. Het is gewoon langer genieten. Als het zoveel moeite is, waar jij letterlijk geen seconde werk aan hebt, want je hebt dat letterlijk nog nooit in je leven gedaan, in ieder geval niet sinds je met mij bent. En dan kan ik er gewoon al eerder van genieten. Dat is toch eigenlijk gewoon super slim. Ik zeg nu gewoon tegen jou wat een klant laat over de telefoon tegen mij zei. Ik zeg nu even niks, want anders zeg ik verkeerde dingen. Vond ik een mooi quoteje. Die klant was boos overigens. Ja, zoals je onterecht overigens, maar dat terzijde. Hij was boos op PostNL. Ja, dus maar ja, wel dan terecht, moet je PostNL bellen. Dan moet je PostNL bellen, inderdaad. Ja. Dus ik zeg even niks, anders zeg ik verkeerde dingen. Ja. Ik denk dat ik dit er dan wel doorheen krijg. Nou, wordt vervolgd, mensen. Heb je nog andere vragen? Nou, moeten we even opschieten, want ik bedoel, het is al bijna 1 november. Dus als ik daarmee wil beginnen, dan ga ik dat gewoon even dit weekend regelen. Nou, we gaan dit buiten de podcast verder overleggen, maar ik ben sceptisch, moet ik eerlijk zeggen. Ik zal je volgende week vertellen hoe die eruit ziet. Ja, dan hebben we geen podcast. Over 2 weken. Top. Vertel ik je hoe die eruit ziet. Goed. Tot mag over... jij bedenken wat er op de piek mag? 2 weken. Oh, wat ben je toch soepel. Tot over 2 weken, mensen. Lieve groetjes.